dat hij recht zit. Dat is fijn, hè? Dat doe ik met een vloeistofje. Mm-hmm. En een tandenstootje en dan trek ik een streepje mee op je buik. Goed hoor. Verstand wel best. Stel dat er altijd even bij mensen denken altijd van, je gaat me toch niet prikken met die stokken? Nou, ik zat net eerlijk gezegd ook al te kijken hoor. Dat doe ik niet. Met zo'n stokkie? Nee, niet met een stokkie. Het stokje is er puur voor om het streepje te zetten. Nu wordt hij op het puntje gezet. Ja. Komt hij onder en zie je, dan komt deze ja. Naar de. Ja, het zal allemaal wel. Hij doet helemaal niet zeer, joh. Waarom moet jij? Ik zet nou even de tang erop, doe ik ook even staan. Is ook een lekker gevoel. Mag je gaan zitten? Ik heb hem vast. Mag je je benen erop gooien en ga liggen. Hij zit toch strak op de zak aan je. Nee, ik doe niks. Oh. Oké. Okay. Adem is voor mij lekker diep in. En lekker diep uit. En dat was de prik. Er zit dus een heel mooi buisje in je navel. En daar doe ik. Ik zei net ook al tegen haar, ik zeg, dan kom ik hier als verzorgster. Ik zeg, injecties doe bij iedereen erin. Dat vrouwtje daar van daarnet was het dieren... artsassistenten. Niet meer visueel zou zitten. Doe niet. Oké, ben je thuis net licht in je hoofd? Nee. Oké, gaan we staan? Ik voel mijn been. Ja, omdat je zo zenuwachtig bent. Perfect, dat is het mooi in het midden. Ik zal voor jou zo meteen even die paarse streepjes bij haar. Maar kijk maar even in de spiegel. Wat je ervan vindt. Ja, ga. Beautiful. Ja. Ouders zouden er blij mee zijn. Bij je mouw. Ik heb het er echt al super lang over. Maar ja, mag niet en